Welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Esmeralda en vandaag geef ik een total body workout met gebruik van resistance bands. Deze banden die zijn makkelijk aan te schaffen en die kun je ook makkelijk overal mee naartoe nemen. En je kan er je hele lichaam mee trainen op de intensiteiten die jij zelf kunt bepalen. Ik heb verschillende varianten hier neergelegd omdat we verschillende oefeningen doen. Waarbij je dus een beetje moet wisselen qua sterkte van de band. Dus als je deze banden in huis hebt, kijk even of je licht, medium of heavy gaat gebruiken. Grote spiergroepen kun je vaak een wat sterker elastiek gebruiken. En bij de kleinere spiergroepen zul je moeten wisselen naar een lichte variant. Vandaag gaan we 6 oefeningen doen die we allemaal 2 keer uit gaan voeren. Dus we gaan beginnen met de benen. Pak het elastiek vast, stap erin. Zet je voet op ongeveer heupbreedte. Al van tevoren gezegd, hoe breder jij gaat staan, hoe meer spanning erop komt te staan, hoe zwaarder de oefening wordt. Dus kies daarin even jouw positie. Dan lift je de band en dan kruip je eronder. Zo heb je je handen voor je en die laat je rusten op je schouders. Vanuit hier gaan we beginnen met een squat. Je duwt je billen naar achter. En vervolgens duw je vanuit je hakken omhoog. Yes, dus buikspieren op spanning, billen naar achter, laat die benen lekker het werk doen. Trek je navel in, probeer niet te veel naar voren te kantelen. Houd je rug mooi neutraal. Zak door tot ongeveer kniehoogte. En als dat te ver is, dan pak je hem gewoon wat minder diep. Yes, dus hierin kun jij kiezen. Heel goed, we zijn al ruim over de helft, dus blijf nog even doorgaan. Je kan spelen met het tempo. Misschien onderin zelfs even vasthouden en dan weer omhoog voor wat meer spanning. Hou vol, blijf duwen. En hier kun je mooi de weerstand van de band voelen. Natuurlijk, hoe meer je omhoog komt, hoe zwaarder die wordt in dit geval. Dus blijf duwen. Oké. Dat was de laatste. Voor de volgende oefening blijf je in dezelfde positie staan. Maar je pakt de band wat lager vast. Met de handpalmen naar je toe. Dan zie je als het goed is hier het elastiek wat over is, dat blijft hangen. Vervolgens buig je vanuit de heupen naar voren. Je rug is mooi recht. Je ellebogen. Trek je langs je zij. Bend over row. Heel goed. Blijf schuin voor je naar beneden kijken. Laat ik hem ondertussen even zien van de zijkant. Je buigt naar voren vanuit de heupen. Rug is mooi recht. Je ellebogen komen langs je lichaam. Goed zo. Hou vol. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. Dit ga je voelen in die grote rugspier en in die schouders. Merk je dat het op een gegeven moment even te veel is, dat voorover buigen. Dan pak je hem even weer rechtop en vervolgens ga je door. Dus blijf die ellebogen strak langs je lichaam bewegen. Strek ze helemaal uit. Kijk schuin voor je. Blijf doorgaan. Heel goed. Hartstikke netjes. Schouderbladen naar elkaar toe trekken. En dat was de laatste. Oké. Vervolgens voor de schouders krijgen we een upright row. Je pakt de band bovenin zo smal mogelijk vast. Dus de handen nagenoeg tegen elkaar aan. Vanuit hier lift je die ellebogen omhoog tot schouderhoogte. Belangrijk is dat je niet gaat doorhangen in je rug. Dus je zet je buikspieren op spanning. Je trekt je navel in, je kantelt je bekken eigenlijk. En zo blijf je mooi rechtop staan en laat je echt alleen die schouders en je rug het werk doen. Heel goed. Nou, dit is een wat kleinere spiergroep. Dus ik kan me voorstellen dat deze wat pittiger aanvoelt. Kies er dan voor om misschien een wat lichtere band te gebruiken. Blijf ten alle tijden die ellebogen goed naar buiten duwen. Hou vol. Trek aan. Vooral het laatste stukje naar boven. Zal je voelen dat dat wat meer kracht kost. De laatste. Oké. Ik ga nu even wisselen van
band. Ik pak een wat lichtere variant, omdat we de schouders ook weer gaan pakken. Kom weer in de band staan. Lift de band op. Vanuit hier ga je hem recht omhoog uitduwen. Laat die schouders zakken tot ongeveer, die ellebogen tot schouderhoogte laten zakken. En vervolgens duw je hem hoog uit. Maak als het ware een hoofdletter A. Blijf duwen. En ook hier weer die bekken kantelen, rug mooi recht houden, buikspieren aanspannen en blaas uit als je naar boven gaat. Want dit kost kracht. Let goed op die ademhaling, blijf duwen. We zijn er alweer bijna, nog een paar herhalingen te gaan. Kom op, duw uit, omhoog, laag, blijf doorgaan. We maken er nog 3. 2 en 1 en rust. Nou, draai die schouders heel even los. Vanuit hier gaan we door met de triceps. Voeten blijven hetzelfde staan. Je brengt je armen eigenlijk naar achter. En vanuit hier pak je je handen samen vast boven. Die ellebogen zijn niet wijd, maar juist naar binnen. Dan strek je armen boven je hoofd. En je laat je handen zakken richting de rug. Vanuit hier duw je hem uit omhoog. Ten alle tijden blijf je die ellebogen naar elkaar toe knijpen. Dat is het belangrijkste bij die triceps. We trainen dus nu de achterkant van de bovenarmen. Heel goed. Een kleinere spiergroep. Dus hier zou je echt een lichtere band voor nodig hebben. Ook niet te breed gaan staan. Zo creëer je nog meer spanning. Blijf knijpen in die ellebogen. Duw hem uit omhoog. Blijf ademen. Kom op. Hij begint nu te verzuren. Maar dat is goed nieuws, want je bent er bijna. Blijf duwen. Trek die navel in. Geen holle rug trekken. Heel verleidelijk, maar nee. We maken er nog 1. Hop. En rust. Dan hebben we de achterkant van de armen gehad. Dan hebben we ook nog een voorkant. Ik zal hem eerst van de zijkant laten zien. Je plakt je ellebogen vast aan je zij. Je handpalmen wijzen naar boven. En je brengt eigenlijk je handen richting je schouders. Dus echt die bicep curl. Op het moment dat je echt een resistance band hebt, dan pak je hem ook weer gewoon op heupbreedte de voeten. En dan moet je ook niet te zware band hebben. Inmiddels zijn we begonnen, je mag meedoen. Maak die bicep curl en blijf die ellebogen vastplakken in je zij. Niet gaan doorhangen in de rug. Dat is heel verleidelijk, hè, om een beetje je gewicht in de strijd te gaan gooien. Maar juist die buikspieren aanspannen. Knijp in het elastiek. Duw die handen richting de schouders. Maak een volledige bewegingsuitslag, dus vanaf die benen omhoog. Maken we er nog 3, 2 en die laatste. Dan gaan we weer wisselen van elastiek. Pak een wat zwaardere variant, want we starten weer met de squat. Oftewel het kniebuigen, zet je voeten in de band, heupbreedte. Lift de band op, kruip eronder. Handpalmen wijzen naar boven, ellebogen wijzen naar voren. En we maken weer squats. Dus zak met de billen naar achter. Rug recht. Borst omhoog. Yes. Duw vanuit je hakken. Blijf doorgaan. We zijn al een mooi poosje op weg. Heel goed. Hou vol. Oh, voel je die benen al lekker? Goed, blijf doorademen. Juist, als het te zwaar wordt, pak je gewoon een wat lichtere squat. Je voelt nu goed die weerstand, hè, van de band. We doen er nog 3, 2 en 1. Oké. Laat de band weer naar beneden. Laat je voeten zo staan zoals ze nu staan. Pak de band weer wat lager vast. Hoe lager je hem pakt, hoe meer weerstand je krijgt. Nou,
belangrijk dus, hè. Als je mooi rechtop begint, dat je vanuit die heupen naar voren buigt. Vanuit hier, ellebogen langs de zij. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. Hou die rug mooi recht, blijf die billen naar achter duwen. Schouderbladen, grote rugspier ga je voelen. Dus trek aan, heel goed. Krachtig naar boven trekken. Ellebogen langs de zij. Hou vol, we zijn een mooi eindje op weg. Wil je even een break, kom je overeind. Ga je weer naar voren en door. Dus trek aan, blijf schuin voor je kijken. Zo min mogelijk spanning op de nek. Rug in één rechte lijn. Hou vol. Blijf trekken. Voor nog 3 keer. 2 en 1. En kom weer overeind. Voor die upright row. Voeten heupbreedte. Pak hem zo smal mogelijk vast. Gaan we die ellebogen opzij liften. Trek hem hoog. En opzij. Heel goed. We zijn weer van start. Hou die rug mooi recht. Trek die navel in. Kantel de bekken. Zodat je echt voelt dat je buikspieren geactiveerd zijn. Yes. Nu lift je die ellebogen opzij. Tot schouderhoogte. Blijf gaan. Langzaamaan wordt die zwaarder, hè? En rondje nummer 2. Ga je hem voelen. Trek omhoog. Heel goed. Niet opgeven. Ik weet hij is pittig. Maar we zijn er alweer bijna doorheen. Blijf ademen. En blijf trekken. Duw die ellebogen naar de zijkant. Voor nog 3, 2 en 1. Oké. We wisselen even van band. Pak een lichtere variant. We gaan door met die schouders. Rol ze even los als het nodig is. Stap op je band. Voeten onder de heupen. Dan trek je die band omhoog. Handpalmen van je af. En dan duw je ze allebei omhoog. Ellebogen tot schouderhoogte laten zakken. Duw uit omhoog. Yes. Dan ga je met name de bovenkant van die schouders voelen. Duw uit en neer. Heel goed. Blijf ademen. Als het zwaar wordt, blaas je uit omhoog. Hou vol. Kantel je bekken. Buikspieren op spanning, juist hier. Hier ben je snel geneigd om door te hangen. Maak die hoofdletter A. Duw uit en terug. Op en laag. Hou vol. Oh yes, deze ga je voelen. Blijf die schouderbladen goed naar elkaar toe knijpen. En duw uit boven je hoofd. Kom op, die laatste 3. Heel goed. Nog 2. En die laatste. Hoppakee. Oké. Schouders losrollen. We gaan door met de triceps. Voeten blijven weer zo staan. Je lift je armen achter je hoofd. Maak ze helemaal lang. Handpalmen tegen elkaar aan. Ellebogen knijp je naar binnen. Vanaf hier laat je het elastiek zakken. Handen richting schouderbladen. En blijf hem uit omhoog duwen. Heel goed. Knijp in die ellebogen. Vaak weer ze naar buiten laten gaan. Dat is niet de bedoeling. Ook hier weer zorgen voor een mooie rechte rug. Uitduwen. Het kan een beetje lastig zijn dat je je elastiek langs je kleding voelt schuren. Maar ga door. Ellebogen naar elkaar toe. Blijf knijpen. Nu ga je hem echt voelen in die triceps, hè? Achterkant bovenarmen. Hou vol. Duw. Voor die laatste 3, 2 en 1. Heel goed. We zijn die achterkant van de armen al lekker vermoeid. Nu gaan we door met de voorkant van de armen. Plak je armen vast in je zij. Je elleboog echt onder de schouder. En dan brengen we hem omhoog. Yes. Belangrijk dus dat je lichaam mooi recht is. Dat je een hele bewegingsuitslag maakt.
van de zijkant. Zorg ervoor dus dat die elleboog eigenlijk niet verplaatst. Dat je goed die biceps aanspant. Vanaf de benen omhoog richting de schouders. Dus volle focus op de voorkant van die armen. En normaal helpt de achterkant van de armen mee, maar die is nu al wat vermoeid. Dus zal deze ook vanzelf pittig worden. Kom op voor die laatste herhalingen. Je bent er bijna. Misschien zelfs het tempo wat omhoog. Aan jou de keuze. Blijf doorademen, niet door gaan hangen. Je doet het super, kom op. We maken er nog 3, 2, 1 en los. Nou, stap uit je band. Leg hem neer. En dit was jouw Total Body Workout met de banden. Ik hoop dat je het leuk vond. Super leuk dat je erbij was. En hopelijk tot de volgende keer bij Club Easy Active.